Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things... Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag donderdag. Ik weet niet of je het ziet, maar mijn ogen zijn helemaal rood. Omdat ik met make-up op doen heb ik per ongeluk in mijn ogen geprikt. Echt super stom. Maar ik heb net de andere vlog afgesloten, dus ik ga nu weer beginnen aan een nieuwe video. En ik zou het super leuk vinden als je even abonneert op mijn kanaal hier beneden. Dat is helemaal gratis. En even een duimpje omhoog doet op deze video. Want dan blijf je altijd gewoon even op de hoogte van mijn video's. En dat zou ik super leuk vinden. Nou, het is nu 11 uur en het is super, super lekker weer. Ik ben gisteren ook naar het strand geweest en mijn moeder is nu ook naar het strand. Ik wil ook heel graag naar het strand, maar ik moet zo meteen werken. Dus dat gaat hem echt niet worden. Dus ik ga nu, ik heb mijn make-up wel gedaan. Ik was bezig met een vlog editen. En dan ga ik zo meteen naar mijn werk toe. Maar volgens mij gaan we vanavond barbecue. Dus daar heb ik wel echt super veel zin in. Wat ik nog wilde zeggen is dat de laatste tijd zoveel beter met mij gaat. Ik heb alleen zoveel stress voor mijn examen. Want mijn grootste angst is gewoon om nu weer een soort van te falen. Ja, gewoon niet het halen. Dat is gewoon echt mijn allergrootste angst. Ook al heb ik er wel echt super veel vertrouwen in dat het dit jaar wel gaat lukken. Maar voor de rest gaat het gewoon super veel beter. Want ik ben gewoon heel erg veel bezig met sporten. En dat vind ik gewoon super chill. En ik ben heel erg veel met vriendinnen waar ik het super leuk mee heb. En dat ik natuurlijk mijn auto heb. En ik voel me daardoor gewoon heel beter. En ik ga nu een lekker broodje maken. Ik ga even een broodje roosteren. En ja. En dan werken. Dat vind ik wel minder. Maar ja, het hoort er ook bij. Oké, ik ben al een tijd terug van werk. Ik heb ook al gebarbecued. Dat was echt super lekker weer vandaag. En ik ben morgen lekker vrij. Dus daar heb ik super veel zin in. Ik ga volgens mij met Imme iets doen. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Maar ik ga nu... Ik heb lekker mijn gordijnen naar beneden gedaan. Ga ik lekker in bed chillen. YouTube video's kijken. En ik zou vandaag een pakketje krijgen. Maar ik was echt... Ik moest om 2 uur werken. Ik ging om 2:10 weg. En op het briefje staat dat ze er om 2:05 waren vandaag. Dus echt super kut. Dus ik ga nu even in bed liggen. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En het is heel vroeg. Nou, vroeg. Heel vroeg voor mij. Want ik ben vandaag vrij. Het is 9:00. Maar ik ga eventjes sporten. Want dan heb ik dat gewoon gedaan. En dan heb ik nog de hele dag voor me. Dus ik ga van 9:15 tot 10:15 sporten. En ik ga nu naar de sportschool toe rijden. En ik heb nog super veel spierpijn, maar dat maakt niet uit. Want ik heb gisteren niet gesport, dus mijn spieren hebben wel gewoon gerust. Oké, ik ben al een tijdje terug van het sporten. Ik heb zelf al even gedoucht. En ik ga nu Imme ophalen met de auto, want we gaan even lunchen in de stad. Super leuk. En zal ik even laten zien wat ik aan heb? Ja, al mijn zomerkleding ligt bij mijn vader, want ik was even vergeten dat het zo goed weer wordt. Maar ik ga straks naar mijn vader toe. En dan heb ik weer leuke zomerkleding. Maar ik heb voor nu heb ik gewoon... Oh, dit is een clipje. Heb ik gewoon even een spijkerhoekje aan. Met een wit Ralph Lauren shirt. Dus ik ga nu Imme ophalen. En dan gaan we gezellig naar de stad toe. En ik film echt alleen mijn voorhoofd. Wat heb je besteld dan, Imme? Carpaccio. Oké, en ik heb een... Deze ice tea vind ik het lekkerst, hè? Welke is nou van mij? Deze zeker. Van mij is wel licht natuurlijk. Ik dacht echt dat ik het op een broodje kreeg, hè? Ik dacht dat echt. Oh. Ik heb gewoon nu 2 kroketten. Hoe ga ik dit ooit op? Ik ben in de stad met mijn schat. Nee. En wij hebben net geluncht. We zijn al hier helemaal. Waar zijn we? Helemaal het padje af. Oh, ik wilde heel graag een leuke foto maken. Dus ik zocht een leuk... Ik vind het gewoon heel even zitten. Ja, ik heb... Oude oma hoor. Ja, ik heb ook okay. Veel spierpijn. Anders maak ik wel gewoon bij het water een foto. Oké. Zal ik dat doen? Ja, nou, ik moet een foto maken. Oké. We zitten even te kijken. Ik maakte in een boot zitten. Maar we gaan nu weer naar de auto lopen, want we moesten 50 cent per 20 minuten. En we hebben net in de start geluncht en nu heb ik heel erg buikpijn. Ik ben terug uit de stad met Im. We gingen net even wat eten halen. En ik kwam thuis en ik heb een pakketje van Chiquelle. En die ga ik eventjes laten zien aan jullie. Want, wacht eventjes, ik zet eerst mijn camera even neer. Zo, dit is een goede plek. Daar heb ik helemaal nooit over nagedacht. Ik heb echt hier nog nooit iets neergezet. Ik ben met Imme, dus ik praat nu tegen Imme. Maar, ik kreeg een berichtje. Want Chiquelle, dat is een, komt uit Zweden oorspronkelijk. En ze hebben nu een Nederlandse website.
En de levering was gewoon tussen de 1 en 3 dagen. Dus dat was super chill. En ik mocht daar een paar items uitkiezen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze hebben opgestuurd. En dat ga ik eventjes laten zien. Als het goed is, zijn het 4 dingen, denk ik. En het zit gewoon in zulke zakjes. En dit is een one size, zie ik. Het is echt een jij shirtje. Die is leuk, hè? Ja. Oké, dit is een soort truitje. Maar ik zal het zo meteen even aandoen. Met van een beetje off the shoulder armen. Oké, en dit is de eerste top. Ik vind deze wel, nou, deze vind ik niet leuk, maar gewoon het normaalst leuk. Ik vind het wel het leukst. Ja, Imme vindt het wel het leukst, maar ik vind die doorschijnende shirts leuker. En deze vind ik ook wel mooi. Ik lijk er wel heel bruin in. Hier moet alleen een wit hemdje onder of een witte bra. Kijk, is wel heel leuk. Ja. In de zomer. Hij is wel inderdaad een beetje groot, maar misschien valt het wel mee als ik hem aan heb. Ik moet alleen al wel echt uitkijken met foundation vlekken. Als ik hier een witte bralet onder zou doen. Oké, dit is de andere top. Die is een beetje hetzelfde als de vorige, alleen is deze dan in het wit. En ik vind deze ook echt super mooi. Maar ik vind dit wel leuk gewoon met een hemdje, denk ik. Hier komen zwarte dingen. Oh, dit is dat velvet. Weet je wel, zo'n shirt. En dit is een velvet, gewoon een soort kooltruitje. Oké, dit is de laatste top. Dit is de velvet top. Ik vind hem wel mooi, maar ze gaan allemaal heel moeilijk over mijn hoofd heen. Het is echt niet normaal. Maar hij sluit wel mooi aan. Oh, en dit is nog zo'n doorschijnend shirt. Nee, want dit heeft zo... Dit is met... En deze in het zwart. Die ziet er ook best groot uit. Wel leuk, toch? Ja. Ik zal ze eventjes aandoen. Oké, dit is de eerste top. Gewoon zo'n doorschijnende top. En ik heb hieronder een bralet. En ik vind deze echt super mooi. Ik wil Chiquelle heel erg bedanken voor de spullen. Ja, ik zal een linkje van alle producten even in de beschrijving zetten. En ook even een linkje naar de website. Zodat je kan zien wat ik precies heb besteld. Oké, ik ben weer bij mijn vader met Im. En er waren pakketjes. Dus die ga ik even openmaken. Waar ga ik mee beginnen? Ik begin wel bij deze van Zalando. Hoe maak je het open? Oh, Im, ik ben echt heel dom. Wat? Ik heb er echt 2 besteld. Hoe kan dat dan? Oké. Er zit echt een heel grappig verhaal achter. Want ik wilde zo'n Calvin Klein BH bestellen. Maar ik heb er op een of andere manier heb ik er dus 2 besteld. Gewoon 2 dezelfde. In dezelfde maat. Omdat ik dus niet door had dat ik het had besteld. Echt super raar. Dus nu heb ik er 2. Zo, hij ziet er best klein uit voor een M. Dan nog bij Forever 21. Wat heb ik daar zoveel besteld? Eerste. Oké, nou zoiets. Geen idee hoe dit zit. Wat zit? Ik weet echt niet. Wanneer heb ik deze truien besteld dan? Oh ja, deze weet ik wel nog. Die is echt namelijk super leuk met die mouwen zo. Het is ook zo klein. Nou, valt wel mee. Nee. Deze witte met van zulke mouwen. Maar het lijkt wel alsof je echt een lange arm hiervoor moet hebben. Kijk even hoe lang die mouwen zijn. Yes. Im, geloof me, dit heb ik niet besteld. Was je dronken? Nee. Nee, dit heb ik veel. Wat is dit überhaupt? Dat weet ik ook niet. Nee, dit heb ik echt niet besteld. Oké, ik ga nu kijken naar de pakkom. Oh ja, deze weet ik wel. Denk je dat ik dit past? Ja, het is een rokje. Oh, is best leuk. Mm-hmm. Deze is best leuk. Welke maat heb ik? Oh, deze vind ik ook best leuk. Wat zit hierin dan? Oh, hier zit alleen maar ondergoed in, dus dat ga ik niet laten zien. Oké, dat waren de pakketjes. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik zit in de auto. Volgens mij heb ik gisteren niet veel gefilmd. Oh jawel, ik heb natuurlijk mijn pakketjes opengemaakt. En ik sta nu even op parkeerplaats, want Eva die is er zo meteen. Of die had er eigenlijk moeten zijn. Maar die is met de bus naar mijn huis toe, want we gaan zo meteen naar het strand. Want het is ook vandaag super lekker weer. Dus daar heb ik super veel zin in. En waarom heb ik eigenlijk lange mouwen aan, bedenk ik me nu. Nou ja, ik heb ook een bikini mee, dus het maakt niet heel veel uit. En ja, ik heb er echt super veel zin in. En ik ga dus nu even wachten op Eva en dan gaan we lekker samen naar het strand. Hoezo zo met mijn... Zo, ik moest net tanken, dat was een ramp. Zo. We moesten gewoon jongens ons helpen om het knopje open te doen van de tank. Ik ben op het strand en kijk wie er is. Fente! Yay! Fans vindt dat zo ongemakkelijk altijd. En we gaan even lekker lunchen op het strand. Want ik ben nu samen met Eva. Dankjewel, schat. Patatje. Pasta. En kroketjes. Dankjewel, schat. Eva en ik, zo mijn haar. Mag ik mijn zonnebril op? Dan zie ik er nog iets beter uit. Kan je maar op mijn hoofd doen.
vol in mijn oren. Gewoon echt in mijn orgaten. Oké, ik was net even op het strand, maar we hebben denk ik een half uur daar gelegen. Maar het is gewoon koud. Gewoon koud, koud, hè? Ja, het is koud. Dus we gaan nu even naar Den Haag. Gaan we even shoppen. Ik heb namelijk nog niet genoeg kleding gekocht. Ik ben natuurlijk daar, dus dat kunnen we zelfs lopen. Lopen, even dat lijkt dichtbij, maar het is echt niet dichtbij. Maar met de auto naar Den Haag is wel kut, denk ik. Ja? Kijk zo even. Nou, ik moet dan nog een parkeergeld betalen, want. Oh ja. 4 euro per uur. Ja, oké, okay, maar als we dat gewoon delen. Ja, oké, okay, maar we gaan. Film ik wel? Oh ja. We gaan nu dus naar de auto toe. En. Zet hem wel gelijk even onder Grote Markt. Ja. Oké, okay, jongens. We zitten nu in de auto. We gaan even naar de stad. Maar dit liedje doet mij zo erg aan Temptation Island denken. Als jullie dit ook hebben, moet je even reageren. Maar het is wel gewoon een leuk lied ook. Ja. Oké, okay, we zijn weer thuis. Al een hele tijd. We gingen nog even naar de stad. Heb ik in de stad iets gevonden? Nee, hè? Volgens mij niet echt dom eigenlijk. En ik heb dit rokje gekocht. Cute, hè? En we gaan nu, gaat even uit. Het zijn trouwens sterretjes, niet stipjes. Op de camera lijkt het echt een beetje stipjes. En dan lijkt het echt raar. Kijk, het zijn sterretjes, geen stipjes. Zo lijkt het echt stipjes. Oké, okay, we gaan. En we hebben pizza gegeten. Ja, moet je. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik zie er echt niet uit, want ik moest vandaag om 8 uur 's ochtends beginnen met werken. En het is nu 1 uur en ik ben klaar. Ik ben helemaal kapot. Mijn haar is ook heel vet. Maar ik ga straks eventjes douchen. Ik ga even YouTube video's kijken. En dan ga ik... wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dan ga ik in de avond ga ik met Celia... Ik weet niet wie er mee gaan. Gaan we toeren, want Celia heeft haar rijbewijs. Yay! Dus dat is heel erg leuk. Maar ik ga eerst... Even iets eten, want ik heb nog helemaal niks gegeten. En ik ga even make-up eraf halen. Maar dit had ik er al op zitten. Omdat ik zelf voor moest werken. Dat is heel slecht voor je, ik weet het. En ik ga misschien even nog een cadeautje kopen. Twee handen aan het stuur, zei ze. Ja, waarom heb je dat nou, dan niet? Niet op die plan. Maar had je je rijbewijs versneld aangevraagd, of niet? Ja. En, maar hoezo zeiden jullie dan dat het bij mij raar was dat ik dat had gedaan? Wat? Jullie gingen helemaal tegen mij zeggen. Dat heb ik echt nooit gezegd. Dat was vijf. Zo, make-up man. Hier weg? Waar wil je anders heen, lief schat? Oh. Ik moet praten. Oh, mijn raam moet natuurlijk open. Ja, anders hoor je het meestal niet als je raam niet open is. Oh. Goedenavond, mag je bestelling alsjeblieft? Mag ik alsjeblieft kip 6 met zoetzuur? Ja. Chili chicken? Ja. Kip 9 menu met cola toch? Ja. Met cola. Medium. Je kan gewoon zachtjes praten. Medium. Het is gewoon op stem. Ja. Of... En nog een cola light. Kleine. Een kleine cola light. Neem jij geen friet en zo. Gaat het lukken, ja. En welke gaat je dat u? Zoetzuur? Ja. Zoetzuur. Ja. En één Big Mac menu zonder kaas met iced tea en frietsaus. Kleine cola light. Een Big Mac menu medium of zo? Medium. Met ijsje. En frietsaus. Oké, okay, ik wil... Ja, en wil je frietsaus? En ik wil Fanta erbij, alsjeblieft. En een frietsaus? Nee hoor, dankjewel. Dat was hem. Er wordt 16:60, mag je door. Ja, dat kunnen we zien. Ja. Dank je, schat. De birthday girl. Hier, schat. Oh. Jezus. Lekker, hè? Vloggie! Oké, okay, let niet op de situatie hoe ik er nu uitzie. Maar ik was de vlog aan het editen. Want het is namelijk een paar uur later en ik dacht, ik sluit de vlog gewoon af. Want dan kan ik morgen weer nieuw beginnen. En dan hebben jullie ook niet hele lange vlogs om naar te kijken. Dat is ook gewoon niet chill. En dan komt er gewoon weer snel weer een nieuwe video. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Abonneer dan even op mijn kanaal. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als je een duimpje mocht doen op deze video. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!